Goedenavond. De eerste plek die ik aandoe is Den Hout, oftewel Kluivenduikersrijk. Waar het nog zo heerlijk naar koeienstront kan stinken. Waar de vrouwen nog echte wenkbrauwen hebben en waar de mannen met hun zatte ballen in het bed mogen plassen bij diezelfde vrouwen. Carnaval valt altijd 7 weken voor Pasen. Dat is 42 werkdagen, minder carnavalsmaandag en dinsdag, 40 vastendagen dus. Pasen is altijd de eerste zondag na de eerste volle maan, na 24 maart. Het grote probleem van iedere carnavalsvierder is dat april dit jaar heel erg vroeg valt. Waardoor het carnavalsseizoen korter uitvalt dan ooit. Alles schuift daardoor op. En ook in Den Hout hebben ze te maken met deze situatie. Het jaarlijkse muziekfestijn Paaspop gaat niet door omdat carnaval zo vroeg valt. En daarom komt Pinkpop nu naar Den Hout. Met hemelvaart. De bekende kluivenduiker André van der Elshout werd het afgelopen jaar kapot gegooid met oorkonders. Het zijn weliswaar de kluivenduikers die 44 jaar bestaan, maar bij André werden de meeste veren in zijn reet gestoken. Hij werd gehuldigd voor 22 jaar raadslid en geridderd tot erebierdrager in de orde van de Houtse Leut, omdat hij er al 22 jaar voor zorgt dat de Raaf van Elf voldoende te zuipen heeft. Verder neemt hij al 11 jaar de ondankbare taak van opwarmer van de Houtse Sauwelavonden op zich. Al een hele prestatie. Als oppervoorverwarmer komt André natuurlijk ook in tijdnood nu. Perfectionist als hij is, wil hij altijd goed beëist en slagen komen om hier in dorpshuis Den Brink niet voor Jan met de korte lul te staan. En dat wordt nog een hele zware kluif. Omdat de kluivenduikers 44 jaar bestaan, willen we vragen of iedereen Lang zal die leven mee wil zingen. Lang zal die leven in de gloria, in de gloria. Ik denk dat we het niet zo moeilijk moeten doen dit jaar, André, met die zaal opwarmen. Hé, hey, net op, hè. Hup. Regelen we gewoon even, hè. Hupsakee. Hup, zaaltje opgewarmd. Klaar is Kees. Zo, en dan de carnavalsweerspreuk. Die krijgt u uiteraard ook weer als vanouds van mij. Als de klimaatsverschuiving op deze manier door blijft stomen, dan zal men weldra een keer met de eieren naar Pinksteren komen. Kan die op ons schoten? Hij kan. Huh? Hij kan. Ja,